Dat is natuurlijk de waanzinnige top. We worden bestuurd door waanzinnigen. Ik zou eerst heel erg nadenken op het voorkomen. Ik zou echt veel meer aandacht steken in het voorkomen van een oorlogseconomie in plaats van eentje te maken. Ja. Dat zie je nu al met de pensioenfondsen. Ja, die moeten ook zie gaan. Je nu ja, al. Ja. Ja. Die worden gewoon gedwongen. Er zit 1600 miljard in die pot. Dat is ons geld. Dat is van 10 miljoen mensen, werkende en gepensioneerden. Eerst werden ze gedwongen om te stoppen met fossiel. Ja. En nu worden ze gedwongen om in de wapenindustrie te stoppen. In Den Haag kunnen ze roepen, wij willen een oorlogseconomie. Nou, ik denk als jij 17 miljoen, 18 miljoen Nederlanders gaat vragen, wil je dat ook? Dat ongeveer 17,5 miljoen zeggen, nou wij niet. De Russen zijn gewoon militairen, hebben de overhand klaar. En er gaat zoveel geld heen en kost zoveel slachtoffers, dat op een gegeven moment zelfs de voorstanders van de oorlog zeggen, jongens, nu is het wel genoeg geweest. Dat oorlogshitsen van mensen, je zou toch zeggen, jongens, jullie zijn verantwoordelijk voor iets. Ja, dan wordt naar jullie geluisterd. Misschien kun je even nadenken over de impact die jullie woorden hebben. Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur bij edelmetaalbedrijf Holland Gold. En welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast over geld en geopolitiek. Voordat ik mijn gasten en het onderwerp van vandaag aankondig, even een korte boodschap. 16 mei hebben wij weer een leuk event. Als je eerder bij events bent geweest, dan weet je hoe gezellig en leerzaam die zijn. Dit keer wat kleiner, maximaal 200 man hier in Alkmaar bij het AZ-stadion. Het gaat over geopolitiek en over goud. We gaan het heel veel over goud hebben die avond. 16 mei met eerste spreker Wier Duk. Ik ga hem interviewen over de geopolitiek. En daarna een panel over goud met Jeroen Blokland, onze oprichter Vincent Kersten en Sander Boon. Vind je het leuk om daar naartoe te gaan? Kijk even op onze website hollandgold.nl/evenement. Wie er ook bij zal zijn, in ieder geval als gast Ab Flipsen. Jij komt ook even langs. Ik heb het net gehoord. Ja, hartstikke leuk. Kees, jij bent jarig die dag, dus wat moeilijker. Verplichtingen thuis. Verplichtingen. Was natuurlijk liever bij ons event geweest, maar keuze maar. Maak niet hard op de camera, zeg het al. Ja, ik probleem. Heren, leuk dat jullie samen hier zijn. Het is een unieke combinatie, volgens mij is dit nog niet eerder vertoond op deze manier. Nou ja, we hebben samen een van jullie eerder evenementen gestaan. Hè? Ja, samen in een panel ook? Nee. Ab staat wel op de zaal. Toen was Kees ook heel kritisch naar mij. Veel zagrijnig was als Kees. Sorry, Ab. Even een korte introductie voor mensen die echt onder een steen hebben geleefd. Kees de Kort, macro-econoom. Natuurlijk het heel lang bij de BNR. Elke dag actief met de marktanalyse. Tegenwoordig een nieuwe podcast bij BNR. Van alle markten thuis. Van alle markten thuis, ja. Ja. Dat is wat breder dan economie. Hè. Dat doet samen met een kennis van mij, Robert de Boek. Die is investeerder. En alles wat ons aan het hart ligt, daar beginnen we over. Ja. Vestigingsklimaat, arbeidsmarkt, politiek, economie. Ja, genoeg te bespreken altijd. Meer dan genoeg te bespreken, ja. Dat weet je. Ab Flipsen, natuurlijk een luis in de pels bij menige woekerverzekeraar. Een aantal eclatante overwinningen gehaald recent. Bekende opiniemaker en ook tegenwoordig weer een nieuw initiatief bezig, grip.it. Daar kun je straks uitgebreid over vertellen, maar misschien kort, wat is het? Grip is eigenlijk een netwerkplatform. En voortzetting van wat ik ooit in 2000 ben gaan doen met mijn eigen bedrijf. Dat heb ik afgelopen jaar afgebouwd en een halfjaartje nagedacht over een nieuw platform. Voortzetting van ooit, ga ik straks wat toelichten. Waarin eigenlijk een soort gelijkgestemden, weldenkende ondernemers en doeners bij elkaar komen om voor kennisoverdracht enzovoort. Maar daar ga ik het straks al uitvoerig over hebben. Ja. En dat klopt, ik ben de laatste 6 maanden heb ik onder steen gelegen. Want ik ben 6 maanden bezig geweest met onderhandelingen voeren met de woekerpolisverzekeraars. En we hebben uiteindelijk een soort slotakkoord bereikt met alle verzekeraars. En er is 840 miljoen opgehaald bij de verzekeraars tot nu toe. Dus dat gaat de goede kant op. Ja, nou, hartstikke goed. Dan het onderwerp voor vandaag. Iets waar er heel veel over wordt gesproken en geschreven door politici, door militairen. Met name ook in Brussel hoor ik er heel veel over. Namelijk de oorlogseconomie. Zit natuurlijk in een wereld vol conflict. De conflicten worden groter, worden misschien dreigender. Er wordt nu steeds meer gesproken over dat wij ons als Nederland of als Europa moeten gaan transformeren naar een oorlogseconomie. We gaan vandaag met elkaar bespreken, wat is dat? Hoe ziet dat eruit? Wat zijn ervaringen? Waarom? En waarom we het gaan doen? Laten we eerst beginnen, Kees, met jouw economische bril. Wat is überhaupt een oorlogseconomie? Ja, Paul, dat is een moeilijke vraag. Ja, wat is een oorlogseconomie? Dat je als het ware met elkaar als samenleving de omstandigheden creëert, denk ik dan, dat je gewoon een oorlog kunt voeren. Want dat is natuurlijk allemaal, dat is geen klein bier natuurlijk, oorlogsvoeren. Dat is echt een
Dat zie je nou ook in het conflict met Oekraïne en Rusland. Oorlogsvoeren, dat is echt een ontzaglijk groot logistiek verhaal. Van mensen, materiaal, strategie, concepten en coördinatie. Dat is Nederland. Ja, dat moet ook weer samengevoerd worden met andere landen. Moet getraind worden, geoefend worden. Dus ja, dan moeten er nog heel veel dingen serieus, als we daar serieus werk van gaan maken, dan moeten er in de samenleving, moeten echt heel veel financieel, maatschappelijk, cultureel, god weet wat, moet er echt serieus veel veranderen. En de vraag is natuurlijk altijd, is het nodig? En waarom? Ja. Alp, heb jij een beeld bij wat een oorlogseconomie, hoe dat eruit zou zien voor Nederland bijvoorbeeld? Ja, dat heb ik wel een aardig beeld bij. Ik moet even zeggen, ik lees hier, een oorlogseconomie is een economie die volop in dienst van een oorlog staat. Dat betekent dat de productie van goederen en het leveren van diensten worden ingezet ter behoeve van het leger. Dus alles draait feitelijk om die oorlog. En die oorlog hoeft niet gevoerd te worden op het eigen grondgebied, kan ook een oorlog elders zijn. Maar alles staat in dienst van die oorlog. En als je het hebt over macht bij de overheid, dan ligt de macht voor 100% bij de overheid. De overheid dicteert op dat moment alles. Inzet van productie, inzet van mensen, logistieke lijnen. Dan heb je dus eigenlijk een economie waarbij de overheid de zaak dicteert. En mijn grote zorg zit dan in het verhaal dat die overheid dan ook allerlei wetten kan doordrukken om die economie te stimuleren. Want alles in dienst van het land, voor onze vrijheid enzovoort. Dat is, vind ik, het grote gevaar van de oorlogseconomie. Ja, en één ding. Wat zijn de consequenties voor de gewone economie? Ja, voor de welvaart. Ja, voor de welvaart. Ja, die komt ten dienste te staan van die oorlogseconomie. Nou ja, probeer dan even na te denken over de fricties. Wat iedereen anders moet gaan. Hoeveel mensen moeten andere dingen gaan doen? Hoeveel mensen moeten dingen gaan doen waar ze geen zin in hebben? Of die dingen die ze niet kunnen? Of dingen die ze niet willen? Net dan praat ik niet over een paar mensen. Fabrieken moeten omgekat worden. De productiemiddelen moeten omgekat worden. Dus een heleboel dingen gaan we niet meer doen. Een heleboel dingen gaan we wel doen. Jongens, dat is een krankzinnige operatie. En waarom? Ja. Om oorlog te kunnen voeren. En is er oorlog nodig? Gaat er oorlog komen? Begin daar eens mee, zou ik zeggen. En kun je stellen dat de laatste keer dat we dat hadden de Tweede Wereldoorlog is dan? In Nederland althans wel, ja. Want dan voor mij, ik las dat iets van 40% van de uitgaven ging dan richting de productie van materieel, et cetera. Mm-hmm. In Nederland, als je nu kijkt, hebben we nog geen 2% van BBP wat we uitgeven aan defensie. Dus in Nederland zijn we ver verwijderd van iets wat maar op een oorlogseconomie lijkt, toch? Ja, en kijk je naar Rusland, ga je naar 30-40%. Ja, en wat je natuurlijk ook. Ja, ik zag 7% van BBP naar 30% van de uitgaven. Ja, en wat je natuurlijk ook hebt, kijk, de economie 70, 80 jaar geleden was niet de economie zoals die er nu uitziet. Toen was het allemaal veel eenvoudiger. Handwerk en machinewerk was toen volstrekt normaal. Maar nu, die economie heeft zich ontwikkeld. Wij zijn een dienst- en technologie-economie geworden. Dus ja, als we dat moeten om moeten bouwen naar... Nou ja, Paul, ik zou eerst heel erg nadenken op het voorkomen. Ik zou echt veel meer aandacht steken in het voorkomen van een oorlogseconomie in plaats van eentje te maken. Ja. Ik vind jouw vraag heel goed, Kees. Je zegt, waarom moeten we naar een oorlogseconomie? Ja. Waarom? Met wie willen we oorlog voeren? Ja, dat bedoel ik. Laten we daar moet je op focussen. En ik vind het heel belangrijk om te weten en te... We spreken met elkaar wat een oorlogseconomie inhoudt. Dat heeft immense consequenties. Ik wil toch geen voorbeeld geven. Je hebt het nu over de Tweede Wereldoorlog. Kijk, ik ben niet van 45, ik ben van 55. Maar goed, ik heb van de huis uit wel meegekregen dat mijn vader toen hij 17 was. Hij is in februari 26 geboren. Toen hij 17 was, werd hij uit Middelburg. Werd hij eigenlijk een gegeven moment richting Duitsland gestuurd. Hè? Werd er toen de arbeidseinsatz. Daar zijn de Duitsers mee begonnen in 42 al. Heel voorzichtig. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar de totale eindproductie van de Duitse economie, waren een gegeven moment 7,7 miljoen mensen in Duitsland aan het werk in de oorlogseconomie van alle bezette landen. En ook Nederland moest daar meedoen. Eerst kwamen er ruim 100.000 mensen op. In 1943 deden die Duitsers dat wat opvoeren. En toen werden de jongens eigenlijk allemaal aangewezen. Dus sommigen doken onder, anderen gingen gewoon. Nou, mijn vader ging met zijn vriend. Ja, die heeft uiteindelijk tussen 1943 en 1945 in Duitsland moeten werken. In de wapenfabriek. Zaten in kampen enzovoort. Het gekke is, hij kreeg gewoon Duitse marken overgemaakt. Hè? Uiteindelijk kwam hij in juli 1945 pas terug uit Duitsland via een enorme omweg. Had hij geld op zijn rekening staan van Duitse marken. Maar had wel 2,5 jaar oorlogservaring achter de rug. En die kampen waren niet echt allemaal kosher. Die waren echt enge dingen. Nou, dan zie je in één keer, dat heeft hij altijd in zijn leven meegenomen. Dus deze man is getekend door de oorlog. Had er verder geen hinder van. Maar in zijn hele gedrag merkt hij altijd dat hij altijd dit meenam. Want als je als 17-jarige Zeeland uitgaat, dan ben je nooit Zeeland uit geweest. Ja. En je komt dan in Duitsland te werken. En dan kom je 2,5 jaar later terug. Ja, dan weet je wat de oorlogseconomie is. Die heeft de oorlog echt ook gezien en ervaren. En zo ingrijpend zou het kunnen zijn.
Ik bedoel, dat gaat heel ver. Maar als alles zich focust op die oorlog, worden ook mensen ingezet. Natuurlijk, jongen. Worden gewoon ingezet. Die worden gewoon ingezet in productielijnen. Ja. Transportbedrijven moeten gaan rijden. En om de zaak rustig te houden, dat las ik ook, want ik zat van het weekend als een aantal artikel over te lezen, gaat waarschijnlijk een overheid ook zorgen voor een basisinkomen. Want als jij heel veel vraagt van het volk, want in wezen gaat het niet meer om onze levenswijze en over consumeren, je gaat het volk iets vragen, dan ga je dus een basisinkomen regelen. Dan moet er rust zijn qua financieel, dan moet er ook rust zijn, iedereen moet een dak boven het hoofd hebben. Ja, en je weet één ding zeker, dat met name de middenklasse en de rijken, die gaan dit betalen. Dus de belastingen gaan in alle oorlogseconomieën, gaan de belastingen omhoog. Maar goed. Dat is toch het minste, Ab? Minste. Wat denk je van de psychologische bereidheid van mensen? Ja, is die er bij veel jonge mensen? Om eventueel niet inderdaad... Jonge mensen hebben geen benul. Niet bij jonge mensen, niet bij middelbare jonge leeftijd, bij niemand. Ab, je kunt wel zeggen, in Den Haag kunnen ze roepen, wij willen een oorlogseconomie. Nou, ik denk als jij 17 miljoen, 18 miljoen Nederlanders gaat vragen, wil je dat ook? Dat ongeveer 17,5 miljoen zeggen, nou wij niet. Zeker als ze de consequenties weten. Ja. Maar en die overzien ze natuurlijk niet altijd. Die overzien ze niet altijd. Dat is altijd mijn verhaal. Je wil het sowieso niet. Hè? En de consequenties, praat nooit. Kijk, dat is mijn probleem met de Nederlandse overheid al een jaar of 10, 15. We zijn overal voor, maar we praten nooit over de consequenties. Dat is de rode draad in de Nederlandse en Europese politiek. Overal voor zijn en nooit praten over consequenties. Als je dat wel zou doen, de consequenties zou uitleggen. Zeg, model A, model B, model C. Dan zouden echt iedere keer andere besluiten genomen worden. Daar ben ik heilig van overtuigd. Een oorlogseconomie, dat is een dramatische stap. Ja, die ten koste gaat van onze welvaart. Dramatische verandering ook in de psyche. Maakt niet uit. Ja. En ik denk dat er een enorme weerstand, echt een mega weerstand. Ja, ik denk dat degene die nu... We hadden over nadenken. Toen we nog even zaten te praten, voor het opname begon, hadden we het over de grote demonstratie tegen de kernwapens, 1,82. Dat wordt heel klein werk bij de demonstraties die gaan ontstaan als een oorlogseconomie ingevoerd gaat worden. Daar staan er echt miljoenen mensen. Van het weekend staan een paar miljoen mensen. Ja, van het weekend waren demonstraties in Amsterdam. En ik was er niet bij, maar voor mij zei iets van een paar duizend mensen max die er waren. Diverse initiatieven die op een gegeven moment ook samenkwamen bij het Museumplein. Dus er wordt heel veel gesproken over die oorlogseconomie. Maar toch zie je in de maatschappij nog niet heel veel concrete weerstand in de vorm van demonstratie. Dat is logisch, want mensen hebben geen benul wat dat betekent. Geen benul, ze hebben echt geen idee wat dat gaat betekenen. Leg nou eens als ruwweg uit wat het betekent voor de punten die Ab net noemde. Allemaal negatief in vergelijking met nu. Echt allemaal die negatief, gewoon extreem negatief in vergelijking met wat we nu hebben. Ja. Wie gaat daarvoor tekenen? Helemaal. Maar kijk, weet je, tot nu toe is het een ver van je bedshow, maar... Wat de fout is die men heeft gemaakt, hè? Want er zit natuurlijk een hele ideologie achter die oorlogseconomie. En daar zouden we uren over kunnen praten. Maar ze hebben de hand overspeeld. Al die generaals, al die politici die het hebben over de oorlogseconomie. En dat komt om één ding. En dat raakt de mensen in één keer wel. Ik merk het ook op social media. Het feit dat een aantal regeringsleiders, Macron bijvoorbeeld, maar ook anderen zeggen, wij gaan troepen sturen richting Oekraïne. Daar hebben we het even over nu met z'n allen. Ja. Dat roept bij heel veel mensen weerstand op. Hè? Dan mensen zeggen dan maar, ik laat mijn kleinkind niet vertrekken. Nee. En ik laat mijn kinderen niet vertrekken. Ik laat ze niet vermalen worden op de slagvelden van de Oekraïne. Dan ga je verder. Want dat raakt mensen. Dat snappen ze. Dat begrijpen ze. En ze zien die beelden ook. Los van het conflict, reden, oorzaak enzovoort. Zij willen niet dat ons eigen vlees en bloed vermorseld wordt op die slagvelden. Er zijn er al honderdduizenden gesneuveld en honderdduizenden verminkt. Dus als dat gaat spelen, dan zien we wel die mega demonstraties. Als we nou 0,1% van de kosten die we maken om een oorlogseconomie te creëren besteden aan het voorkomen van oorlog, dan denk ik dat je genoeg hebt. Ja, laten we het zo na het hebben over die dreiging en of die er al dan niet is. Nog één laatste punt dan over die oorlogseconomie. Ik zie ook vooral nu vanuit Frankrijk inderdaad pogingen om de oorlog slash de oorlogseconomie te gebruiken slash misbruiken om Europa groter, politieker te maken. En meer macht over oorlogsobligaties. En nog meer macht. Ja, dus we gaan waarschijnlijk dan wel zien, misschien ook een beetje als soort van tussenoplossing vanuit Nederland, dat we straks een nieuw programma van eurobonds krijgen die dan al dan niet gebruikt gaan worden om te investeren in defensie, et cetera. Paul, dat zie je nu al met de pensioenfondsen. Ja, die moeten ook zie gaan. Zie je nu al? Ja. Die worden gewoon gedwongen. Er zit 1600 miljard in die pot. Dat is ons geld. Dat is van 10 miljoen mensen, werkend en gepensioneerden. Eerst werden ze gedwongen om te stoppen met fossiel. Ja. En nu worden ze gedwongen om in de wapenindustrie te stoppen. Nee, het is erger. Oh, nog erger, Kees. Hou op. We willen het graag zelf.
de besturen van het pensioenfonds zeggen wij... Ja, maar niet de pensioenleners, hè? Nee, de deelnemers niet, maar de besturen. Ik zie een claim aankomen, op. Wij willen deugen. Het klimaat is belangrijk voor de ijsbeertjes en de baby's. Dus wij gaan heel veel van het geld dat ons ter beschikking is gesteld steken in de klimaat. In de energietransitie. Dat is het besluit van de bestuurders. Hè? En wat hebben ze gedaan? Dat weet je ook wel. Dan sturen ze een enquête naar de deelnemers. Wilt u dat we investeren? Wilt u dat we gaan werken aan de energietransitie? Nou, oké. Geen consequenties. Helemaal niet. Mag ik kiezen tussen wel doen of mee? Dus wat ze nou moeten doen is, ze moeten een tweedeling maken. De mensen zeggen, wij vinden het oké dat je investeert in allerlei maatschappelijk, wat jullie maatschappelijk relevant te doen zijn. En nee, dat is één groep. En de tweede groep die moet schrijven, nee, wij willen gewoon rendement. Als je dat dan gezegd op tafel legt, dit is de keuze. De vraagstelling die de pensioenfondsen hebben opgesteld zijn, is duivels. Dat is pure misleiding. Pure misleiding. Ja. Maar en tegelijkertijd, zo'n oorlogsindustrie die draait niet op windmolens. Dus dat is niet goed voor de CO2. Iemand moet het betalen. En dat is het nadeel van Nederland. Iemand moet het betalen. En dat is in dit land makkelijk. Ja, want we weten met z'n allen. We zijn natuurlijk in een heel klein pieplandje in Europa. Maar ik zeg altijd, waar Nederland rijk in is, is in twee enorme bergen met geld. Daar steken we het kop en schouder boven alle landen uit. Dat is een pensioenpot. Ja. Die was hoger, maar dat is nog steeds rond de 1600 miljard. En dat is een berg spaargeld en geld op je normale lopende rekening van 570 miljard. Dus we zijn het allerrijkste land als het over die twee potten gaat. Dus het is heel verleidelijk om die potten in te zetten voor de krankzinnigheid rond de oorlog of de waanzin rond het klimaat. Die potten worden gewoon ingezet en we hebben er niets over te zeggen. Niets. Ja, nee, dus ons geld. Maar nogmaals, wapens kopen. Nee. Dat is procentueel van een oorlogseconomie, wapens maken. Dat is maar een fractie van de totale kosten. De rest, de oorlogseconomie is veel ingrijpend. Dus die wapens kopen, bij wijze van spreken, dat is één. Een paar miljard kom je al een heel eind, om te beginnen. Maar die oorlogseconomie is een paar miljard, dat zie je niet eens. Dat kun je niet eens meten. Dan moet er veel nul achter gezet worden. Dus wapens is één ding. Maar oorlogseconomie is echt van een totaal andere orde van grootte. Ja, goed, kijk, ik als ex-beroepsmilitair, we hebben tegenover elkaar gestaan. Hoorden we net voor het programma. Maakt niet uit. Maar ja, ligt iets toe, dat is wel leuk voor de kijker. Want jullie zijn ik was eigenlijk van plan op te stappen. Maar goed, ik blijf zitten. Want Kees was voorzitter van de vakbond. VVDM. VVDM. Vakbond van dienstplichtige militairen. Het waren de dienstplichtigen met het hele lange haar. En ik was in die jaren was ik beroepsmilitair. Dus wij stonden lijnrecht en over elkaar. Langharig tuig was het. Langharig tuig. Ja, weldenkend langharig tuig. Ja, wij ook. Maar dat maakt niet uit. Okay. Nee, maar goed, even terug. Kijk, we hebben de defensieorganisatie in 30, 40 jaar compleet afgebroken. Ja. De laatste 10 jaar is dat razendsnel gegaan. Ik heb elk jaar contact met een groep militairen. Actieve en gepensioneerde militairen. Altijd heel gezellig met elkaar. En dan doen ze mij een soort verslag van wat er aan de hand is in de defensieorganisatie. Er is niets meer. Onze defensieorganisatie is gewoon failliet. Gewoon failliet de boedel. En nou willen we in één keer oorlog gaan voeren met Rusland. Ja, bedoel, we zijn economisch gezien zijn we natuurlijk een enorme grootmacht als we kijken naar Rusland. Militair gezien zijn we niets. Niets. Europa is niets. We leunen op Amerika en verder hebben we niets. Maar als jij een organisatie opnieuw wil gaan opbouwen. En dat is niet enkel het aanschaffen van wapens, wat heel lang duurt. Maar het is ook de hele inrichting van de organisatie. Dat kost minimaal 10 jaar. Dus het is de waanzin te top dat we nu in één keer met z'n allen gaan investeren. Ja, in de hoop dat we de rust op de knieën krijgen. Het is gewoon de waanzin te top. Dus. Het is waanzin wat hier in dit land gebeurt. Maar de kern van de zaak is natuurlijk. Van, kijk, toen iets meer dan 2 jaar geleden Rusland-Oekraïne binnenviel. Toen wisten we eigenlijk, op een paar mensen na, wist niemand wat daar de oorzaak van was. Dus wij stonden allemaal in het standje van, wat godverdomme, wat gebeurt hier? Weet je wel? Dan wordt in een land binnengevallen. Wat niet gehinderd door enige kennis. Hè? Het was puur van, ja, dit gebeurt. Maar naarmate je meer van achtergronden van conflict leert, of gaat uitzoeken, en te weten komt, dan denk ik, nou weet je wel, als we daar nu eens over nadenken, dan zijn wij toen echt extreem veel te snel in er moet wat gebeuren stand geschoten. En daar zijn we in blijven hangen. Dat je erin schiet voor mijn part. Maar je kunt ook daarna kunnen kijken, is dit wel een goed besluit geweest? Is het niet een heel ander, moeten we niet een tandje, 25 tandjes terugzetten? Want is het altijd niet veel begrijpelijker dat de Russen dat gedaan hebben? Wat is de rol van de NATO geweest in dat hele conflict? Vanaf 2004 zijn ze actief bezig in de Oekraïne. Nee, maar mijn punt is alleen maar. Dus de emotionele reactie was, we moeten wat doen. Nou, oké. Maar daarna kan iedereen lezen en uitzoeken wat nou de historie van het conflict was. En moet je dan iets gaan zeggen van,
hebben wij niet veel te snel, veel te groot ingezet op dit hele verhaal? Is het verhaal niet heel anders? En liggen de belangen niet heel anders? Ja, altijd is jaken. Maar laten we concreet even ingaan dan op die dreiging, of die vermeende dreiging. Ik ga een aantal dingen noemen. Nee, eerst beginnen met dat conflict in Oekraïne. Ja, maar hoe komen wij van een emotionele reactie van we moeten wat doen naar het is nu een grote dreiging. Die emotionele reactie was fout en de dreiging is nog fout. Laten we die dreiging dan benoemen en dan zijn het dan mee eens of oneens. Maar ik wil gewoon even een aantal dingen noemen die ik dan lees of zie. Bijvoorbeeld, ik kijk af en toe Russische televisie en daar zie ik inderdaad heel veel talkshows waarin wordt gesproken over het verder veroveren van stukken grondgebied. Er wordt zelfs gesproken van Lissabon tot Luhansk. Er worden allerlei grappen gemaakt. Misschien dat ze zelfs Alaska pakken. Hoe taxeer je dit soort berichten? Het punt is, Paul, die Russen vallen Oekraïne binnen. Hoe wij reageren, dat weten we allemaal. En we blijven doorgaan. Dus we gaan de inzet per keer verhogen. Dan heeft dat natuurlijk ook consequenties voor de samenleving in Rusland. Zou ik zeggen. Of niet? Dus dat het Westen reageert op de inval van Oekraïne, dat snappen ze in Rusland ook wel. Ja, men weet niet hoe het zit. Dan zou je zeggen, we komen bij zinnen. Net zoals eind maart 2022 waren de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. Dat zag eruit. In Turkije dat het al uitzien. Die zijn blijk later. Bewust getraineerd. Niet getraineerd, gewoon door Boris Johnson of instigatie Amerikanen. Dan komen we in een andere fase terecht. Dan gaan we we gaan participeren in die oorlog. Dus de stemming in Rusland, die verandert ook van... Wat zitten wij daar dan eigenlijk te doen naar... we worden gewoon bedreigd door de Europeaan, door de NATO. Ja, de stemming wordt steeds heter in beide kanten. Is het allemaal show dan, wat ik op televisie zie daar? Deels show, maar ik denk dat je het ook... Het probleem van dit soort conflicten is... dat, en dat is niet hier aan tafel, dat is zeker niet zo... maar dat er een enorm gebrek aan kennis is op alle vlakken. En als je een oordeel wil vellen of als je een mening hebt over wat er in de Oekraïne aan de hand is. Ik was in 2020 ben ik er zelf geweest in het land. Dan moet je je verdiepen in die geschiedenis. Wat is de Oekraïne? Hoe is dat ontstaan? Wanneer is het conflict ontstaan? En vooral, we hebben het nu over de NAVO. Die speelt een hoofdrol hierin. Een dubieuze hoofdrol. Kijk eens wat er gebeurd is na de Tweede Wereldoorlog. Hadden we de NAVO opgericht. In 1955 kwam West-Duitsland erbij. Na de val van de muur in 1990 kwam Oost-Duitsland erbij. Vind ik dat logisch. Maar dan gaan we een paar jaar verder. En dan komt Polen erbij. En Tsjechië en Slowakije. Weer later komt erbij Bulgarije en Roemenië. Weer later Kroatië en Albanië. En de Estland, Letland en Litouwen. Nu de Scandinavische landen komen erbij. En als je dat bekijkt op een kaart. En je zet alle feiten en cijfers op een rij. Is Rusland omringd door NAVO. Dus die NAVO is alleen maar doorgedrongen. En vanaf 2004 is de NAVO, met name de Amerikanen, aan het stoken in de Oekraïne. En als je die geschiedenis bekijkt, begrijp je, en ik ga het niet goed praten, maar begrijp je de reactie van de Russen 2 jaar geleden, dat ze zich zo in het nauw gedreven voelen dat ze die aanval hebben geopend. Ze zijn erin ingestonken, hè? Ze zijn erin gestonken, want de Oekraïners waren goed voorbereid. En die Russen waren gewoon slecht georganiseerd. Het was geen tactiek, het was chaos. En ze gingen met een enorme legermacht gingen ze de Oekraïne binnen. En met de staart tussen de benen vertrokken ze daar. En we hebben dan niet geacteerd op de situatie daar. We zijn alleen maar gaan die oorlog gaan opvoeren. We zijn gelijk begonnen met sancties. En we weten gewoon, dat weet jij ook Kees, sancties werken nooit. En die komen als een boemerang op ons terug. En er is een soort standje ingezet, een soort knop omgezet. Die Russen moeten op de knieën. Van wie komt dat bericht? Russen zitten veel dichter bij ons qua cultuur. Ik praat niet goed, hè, die oorlog. Hè? Ik praat geen enkele oorlog goed. En ik heb het niet over de wreedheden aan weerskanten. Maar je moet de geschiedenis in zijn geheel kijken. En als je niet alle feiten en cijfers op een rij zet, moet je gewoon je mond houden, je bek houden. Zo zit ik in. De historie is denk ik hier aan tafel veel helder en duidelijk. Maar ik ben vooral ook geïnteresseerd in wat zijn de concrete dreigingen? Dus Dat de NATO, in die tijd waren er gewoon conceptuele verschillen tussen het Vrije Westen en het communistische Rusland. En dus dat de Amerikanen altijd streng anti-Rusland waren. Het was een fris. Ja, dat was bezig wat te billijken. Maar toen Rusland uit elkaar viel. Ab heeft net aangegeven wat het gebeurde. Toen Rusland uit elkaar viel, was dat heel. En de Sovjet-Unie lag op de rug. En de stemming, het communisme was voorbij. Ja. En toen kwamen daar andere mensen aan de macht. Het is een jaartje of tien een zootje geweest. Toen kwam Poetin. En die wilde gewoon make Rusland great again. Dat was eigenlijk het verhaal van Poetin. Niet meer communisme, niet meer overheersen. Gewoon met elkaar proberen verder te komen.
En toch is de NAVO, onder leiding van Amerika, blijft uitbreiden. Dus die Russen, het enige wat die Russen wilden is gewoon... Stoppen. Laat de NATO zijn, moet je allemaal zelf weten. Maar wij willen een soort veiligheidszone rondom Rusland hebben. That's it, meer niet. Nou, en daar is gewoon 15, 20 jaar aan gewerkt om dat gewoon steeds onzekerder te maken. Ja, ik heb laatst Jeffrey Sachs geïnterviewd van mijn eigen Engelstalige kanaal Revent Money. En hij wees ook nog op bijvoorbeeld een brief van William Burns. Die was 1990, toen ambassadeur. 1990, ja. Ja, maar in 2008 was hij ambassadeur in Moskou. Nu is hij de baas van de CIA. Die gaf toen aan, dat is een brief die is later pas door Wikileaks geopenbaard geweest. Waarin hij aangaf, niet means niet. Dus je mag die rode lijn niet overkruisen. Want anders dan gaat Rusland wat doen. Maar weet je, die historie is op zich, denk ik, voor iedereen die deze podcast kijken al aardig duidelijk. Maar tegelijkertijd zijn er wel een aantal concrete zaken waar ik nog te weinig gevoel bij krijg. Dus enerzijds zie je dus Medvedev allerlei dingen roepen over het opdelen van Oekraïne. Je ziet op de televisie daar allerlei berichten. Er worden best heftige dingen daar verteld. En ik heb nog steeds... Hoe kijk jij naar dat soort uitspraken dan op? Leg je dat neer? Ik denk, kijk... Of als je in de Baltische Staten is er gewoon behoorlijk wat vrees. Hè? Die hebben dan steeds de Sovjet-Unie in achterhoofd. Natuurlijk, en allerlei vreselijke dingen daar gebeurd. Dus vind je die vrees dan compleet ongegrond? Nee, die vind ik absoluut niet ongegrond. Maar jij wel volgens mij. Nee, laat ik het even duidelijk maken. Die vrees is niet ongegrond, maar terecht. Die Russen worden zo opgejaagd, ja, en zo getergd dat ze straks die stap gaan zetten. De vraag is, het is oorzaak en gevolg. Ja? Wie begint? Als ik de verhalen over mensen dat de Russen West-Europa willen veroveren, dat is gewoon een shit verhaal. Dat is gewoon echt flauwekul. Ze hoeven West-Europa niet te veroveren, want West-Europa ligt straks op zijn rug, economisch. Ja. Dat is helemaal hun inzet niet geweest. Ze hebben genoeg land, dat is het probleem. Ze hebben zat grond, ze hebben ons niet nodig. Ze willen niet eens een shit van het Westen. Die willen ze niet eens. Maar wat heeft het Westen te bieden? Maar Kaliningrad is weet ik ken die dunne strook. Kan via Litouwen. Ja, daar kunnen ze natuurlijk gewoon een bruggetje maken. Dat zou een concreet doel kunnen zijn. Maar waarom? Nou, dan kunnen ze Kaliningrad verbinden met Rusland en Wit-Rusland. Er is altijd een andere band geweest. Spoor en rail. Als je dit wil doorbreken, zou je met die Russen rond de tafel moeten. Alleen dat wordt steeds elke dag wordt het problematischer. Want in de Oekraïne zijn ze gewoon de winnende hand. Klaar. En die oorlog wordt nooit gewonnen. Nooit echt gewonnen. Kan niet eens. Maar heel simpel. Ja, maar in die zin kan die wel gewonnen worden. In de zin dat uiteindelijk Oekraïne grondgebied moet op gaan geven. En dat zal waarschijnlijk gaan gebeuren. Uiteindelijk moet je een vredesplan komen. Er moet een soort neutrale zone in de Oekraïne komen. Een deel van de Oekraïne ben je kwijt. Met name het Russisch taal gedeelte ben je kwijt aan de Russen. En dat moeten mensen gaan vertellen of politici gaan vertellen die niet huidige politici zijn. Hè? Dus als er in Amerika bijvoorbeeld een nieuwe president komt met een hele andere koers, dan heb je kans dat Poetin bereid is om te gaan praten. Maar per dag is Poetin minder bereid om te praten. Steeds minder. Ja, maar waar komen al die verhalen vandaan, Paul, in onze landen? Wie bedenkt al die verhalen? Op basis waarvan komen die verhalen? Het is altijd allemaal dreiging en gevaar. Maar Kees, als jij in Letland woont. Ja. En jij kijkt hoe in Georgië in 2008 uiteindelijk Rusland daar ook binnengekomen is. In Oekraïne in 2014. Even los van de hele historie. Dan kan je toch je voorstellen dat een Let of een Pool denkt. Van, misschien gaat het mij ook gebeuren. Dat is toch, jij ziet in Amsterdam is makkelijk. Maar als je daar woont. Nee, maar het punt is. In Finland. Hè, 70 jaar lang. Neutraal. Niet neutraal. Gewoon geen enkel gedoe met Rusland. En die gaan nou in één keer roepen. Willen we de NATO. Zweden. Nou, neutraal is in zwaar geen NAVO-land. Hè? Nee, nooit last gehad. Prima. En er was gewoon grensverkeer. Er was gewoon economie. Zweden, 200 jaar neutraal. En weet je wel, wat mankeert die mensen? Ja. Het punt is waar, daar heeft Poetin zichzelf als eigen voet geschoten. Want hij wilde graag een neutrale zone. Maar die is hij nu kwijt in het noorden. Want maar Finland dat is NAVO. Dat komt door die Finnen en de Zweden. Maar mijn punt is alleen maar. Wie in Europa komen met die verhaal op basis waarvan? En wie komen met die verhaal dat het allemaal zo dat de dreiging zo groot is dat we wat moeten gebeuren? Waar komen die verhaal op basis waarvan? De wapenindustrie daar natuurlijk big tech garen bij spint. Er kunnen mensen, de politiek en big finance kunnen op allerlei plaatsen al mensen zeggen van is dat wel zo? Je mag iets vinden, dat is allemaal prima natuurlijk, maar is dat en op basis waarvan dan? Nou ja, kijk, Poetin zegt zelf in ieder geval dat hij absoluut niet geïnteresseerd is om het te doen. Maar goed, tegelijkertijd zei hij ook dat hij Oekraïne niet zou invallen, heeft hij het ook gedaan. Dus uiteindelijk moet je al die woorden natuurlijk ook met een korreltje zout nemen. Maar het punt is ook, Paul, je kunt zeggen, we gaan inzetten op een worst case scenario. Je kunt ook denken, zullen we eens uitnodigen in een grote conferentie en kijken of we het eens kunnen horen. Ja. In plaats van, niet over Oekraïne, maar gewoon... Over de, ja, daar zijn we het helemaal over eens. Over de toekomstige
laten we zeggen, structuur van Europa. Nee? Ja, maar dat is argument. Zonder de VS natuurlijk, hè, want dat zijn alleen oorlogshitsers. Dat gewoon, je hoeft niet te gaan besluiten, maar nodig hem eens uit. Ga eens met elkaar zitten in Genève onder leiding van de VN, van mijn part. En kijk eens van, nou. Maar deze mensen die er nu zitten, die de leiding hebben in Europa. Hè, dat zijn verschrikkelijk. Jezus, jongen. Ja, deze mensen zullen nooit hierop ingaan. Die hebben ingezet op deze koers. Ja. Die willen naar een oorlogseconomie, maar die hebben een andere agenda. Ja, en die agenda, die oorlogsdreiging is fantastisch om die agenda door te drukken. Maar wat mij intrigeert, dat een aantal mensen dat willen. Jij mag alles willen. Maar dat gewoon alles, iedereen. Dat al die 400, 500 miljoen Europeanen het accepteren. Als schoothondjes achteraan rennen, dat in de media, hè, de normale controleurs van de macht, de mensen die kritische vragen stellen, die zeggen, is dat wel zo? Ja. Dat die ook dat verhaal alleen maar groot maken. En dat niemand aan het woord komt. Of heel weinig mensen zeggen. Of dat in de politiek mensen zeggen. Is dat wel eens een goed idee? Kan het niet anders? Kan het misschien niet een tandje 5000 minder? Nou, niemand. Ja. Maar dan zie je natuurlijk al een beetje een andere wind waaien door Europa. Je ziet dat partijen die kritisch zijn over dit narratief. Die worden groter. En nu ineens is er sprake van mogelijke inmenging vanuit Rusland. En zijn de politici omgekocht. Heel toevallig. Nee, maar wat mij om gaat is. In anderhalf jaar tijd een soort consensus en niet voor iets kleins, nee, over iets heel groots, heel ingrijpends. En het kan niet anders. Ja, wat nou? Het kan niet anders. Weet je, 2 jaar geleden hadden we er nooit van gehoord en nou kan het in één keer niet anders. Het is allemaal gelul, jongen. Weet je, waar is het verhaal dat we zeggen, jongens, 5000 tandjes minder en gewoon eens nodig gaan we een paar mensen met elkaar zitten. Misschien en niet de regeringsleiders, maar de ronde van wat zijn voor jullie rode lijnen, wat zijn voor ons rode lijnen, hoe kunnen we de architectuur van Europa. Ja. Hoe kunnen we daar eens over nadenken? Maar goed, Appel, als oud-militair, mensen als Rob de Wijk bijvoorbeeld, die zeggen dan van, je moet uiteindelijk inderdaad naar onderhandelingen toe, maar je bent aan de onderhandelingstafel gewoon veel beter gepositioneerd als je goed bewapend bent, want anders moet je op je rug liggen en wordt er over je heen gelopen. Dus op het moment dat wij Oekraïne nu goed bewapenen, voor zover die wapens er zijn en voor zover het zin heeft, dan, maar even los daarvan, wat vind je van zo'n standpunt? Ik begrijp Rob de Wijk zijn standpunt wel, alleen het probleem is, Wij kunnen wapens sturen naar Oekraïne wat je wil, maar dat werkt niet, dat helpt niet. Nee, zijn geen mensen. Die Russen zijn nooit verslagen, nooit. In al die honderden jaren, duizenden jaren niet. Die kan je niet verslaan, dat volk, dat is één. En twee, de Russen zijn gewoon militair en hebben de overhand klaar. En er gaat zoveel geld heen en kost zoveel slachtoffers, dat op een gegeven moment zelfs de voorstanders van de oorlog zeggen, jongens, nu is het wel genoeg geweest. En ik denk dat je helemaal niet meer aan die tafel komt. Niet met deze huidige mensen. Je zou eigenlijk een soort reset moeten hebben naar de politieke top. Wie trekken aan de touwtjes in deze wereld? Ja. Daar moet je een reset geplaatst vonden. En dat is bijna niet meer te doen. Nou ja, we krijgen Trump straks, waarschijnlijk. Dus. We krijgen Trump straks, waarschijnlijk. Nou ja, een Trump zou in staat zijn. Want die is natuurlijk zo apart, laat ik het noemen. Hij is zo anders, laat ik maar anderen. Zo anders. Nee, hij denkt zelf na. Hij denkt zelf na. Met je eens. Maar hij zou in staat zijn om met Poetin rond de tafel te gaan zitten en daar een oplossing te bedenken. Alleen ja, dat druist in tegen alle logica. Iedereen haat. Iedereen haat natuurlijk op een gegeven moment een Trump. Ja, want die gaat natuurlijk dwars tegen alles in. En dan je houdt van Trump. Dat is helemaal niet waar. Daar gaat het niet om. Ook een rare gozer. Maar het huidige beleid is destructief. Killing. Ja. We rennen met z'n allen het afval. Dat is één. En het onbegrijpelijk is dat er nagenoeg consensus is in de politiek. En in de media. En dat is het rare. Dat gewoon over alles verschillen we van mening. En hier, over alle kleine dingen zijn we het allemaal zwaar oneens. Over het hele spectrum heen. Maar over iets groots, iets belangrijks met uiteindelijk alleen maar krankzinnig slechte consequenties. Moet gebeuren. Moeten we doen. Want anders, jezus jongens, is er helemaal niemand meer. Waar zijn de grown-ups? Waar zijn de volwassenen? Hmm. Waar zijn de mensen die gewoon zeggen, godverdomme tot hier en niet verder? Die zijn er wel, alleen die trekken niet aan de touwtjes. In de politiek? In de politiek zijn ze niet. En als ze er wel zijn, ik ga geen namen noemen, dan worden ze ook, laten we zeggen, ja, ik zou bijna zeggen, geneutraliseerd. Nee, maar noem eens namen. Je bent er wat van namen noemen. Wie is dan in Nederland wel bereid om hier de grown-up... De grown-up, gewoon mensen die de verantwoordelijkheid nemen en die zeggen, we gaan niet alles samen doen. Wij gaan in ons eentje, gewoon dit gaan wij niet doen. Nee, want het punt is al, we gaan allemaal zoeken elkaar een beetje op. En als dat misgaat, dan kan ik zeggen, ja, maar Ab Flips was ook voor. En dan gaat het, oh nee, Paaltje Buiten, ik was ook voor. Maar bedoel je bijvoorbeeld Wilders? Nee, die was heel erg de grown-ups, dat zijn de mensen die op een gegeven moment de nek uit durven steken en zeggen, jongens, dit is valikant fout, dit moeten we gewoon niet doen. En wel, kijk, weet je, Zispal, ik geloof, er zijn best een aantal politici die ook kritisch zijn naar wat er dan gebeurt.
Maar ik geloof eerlijk gezegd niet in de oplossing vanuit de politiek. Het vertrouwen in de politiek ben ik heel lang verloren. Er zullen dus meer vanuit de baas, vanuit het volk. En er zitten genoeg mensen op allerlei dossiers en op allerlei niveaus die hier echt wel iets van zouden kunnen zeggen. Maar daar zal het vandaan moeten komen. Als het volk ja zegt tegen alles wat ze horen en overal, dit is een mooi boek, de misleidingsindustrie. 45 jaar lang worden wij belogen en bedrogen. Ja? Ja. Hoe Nederlandse media ons dagelijks beetnemen, dat gaat er iedere dag door. Dus dat hele volk is gebrainworst. Allemaal zijn bijna gebrainworst. Kleine groep niet, maar merendeel wordt gewoon gebrainworst. We zitten allemaal in een soort narratief. Maar ik zie dat er wel een beweging aan ontstaan is in Nederland van een tegengeluid en een beargumenteerd tegengeluid. Daar moet het vandaan komen. Als het volk niet zegt tot hier en niet verder, dan wordt het volk ook steeds verder in de hoek gedrukt. Het moet vanuit een kleine groep vanuit die samenleving gaan. Nee, je hebt ook gewoon in het verleden ook mevrouw Thatcher, Helmut Kohl, de begin van de EEG, ja, Adenauer uit Duitsland. Autocratische leiders. Nee, gewoon Adenauer en die man uit Duitsland. Mannen met visie, die gewoon zeggen, we gaan gewoon beginnen. Alice Weidel. We gaan gewoon beginnen. Paul Volcker, weet je wel. Allemaal niet leuk. Iedereen haat hem. We gaan het gewoon doen. Weet je wel. En dat ook, mensen ook, met ruggengraat. Die visie niet in Nederland. Visie, ruggengraat en de bal om er vooruit te komen. Jullie gaan beginnen. Heel veel dingen zijn gewoon begonnen. Klein begonnen. Die zijn groot. Ja, dat klopt. Maar met een paar mensen zeggen. En die beweging is er. Die zie ik. De beweging is er. Nou ja, dat vredesnarratief begint nu wel te groeien in Nederland, zij het klein. Maar wat we eerder bespraken, stel dat je inderdaad op een gegeven moment toch dat de opkomstplicht weer wordt ingevoerd en mensen worden min of meer gedwongen om naar het front te gaan, dan ga je denk ik wel echt hele andere... Als je de emotionele snaak kan raken bij de mensen, dan krijg je net zoals 81, krijg je 500.000 mensen. En de politiek volgt uiteindelijk het volk. Als het volk in opstand komt, dan volgt de politiek. Maar voorlopig is het allemaal het gebroken geweertje, dat moeten we niet hebben met elkaar. We gaan opstaan, gewoon zeggen, is het nou binair? We doen niks. Of we gaan er vol in? Want dat is nou de keuze die volgt. Hè? We doen niks. Dan zijn we binnenkort zijn we een dependance van Rusland. Of we gaan vol in de oorlogsstand. En misschien dat we het dan nog redden. Is nou in de grote menselijke samen niet iets tussen nul en dat is wel. Maar wie gaat gewoon zeggen, jongens, het is niet nul. Het is wel erg in het grote middenveld zijn. Ik kan zo wel 20 varianten. Ja, we kunnen al met z'n drie bij elkaar. Zo 10 varianten beginnen die in tussenweg zijn tussen niks. We zijn slaaf van Rusland over 10 jaar. Of we zijn dominant. Dus kijk, in het algemeen begrijp ik de oproep om vol te investeren in wapens en defensie. Want er is gebreken. En je kan beter nu beginnen dan te laat. Ik ben altijd zeer kritisch geweest naar een zwakke defensieorganisatie. Of anders gezegd, ik ben altijd voorstander geweest van een sterk leger. Dat heb je ook nodig. Als economie heb je een sterk leger nodig. Een goede vloot. Luchtmacht, alles. Heb je nodig om je economische doelen gewoon veilig te stellen? Als er gedonder is in de Rode Zee, moet je daar een paar schepen naartoe kunnen sturen. Snap je? Het dwingt iets af. Je moet... Wat je nu krijgt, de wapentechnologie bepaalt wat er kan gebeuren. Er is veel te weinig aandacht voor ontwikkeling in de wapentechnologie. Dat weet ik. Jij kunt een vliegkampschip, als de Russen willen, zeg maar, dan is het gewoon niet meer. Daarom gaat Nederland ook investeren in drones. Maar die vliegkampschepen, dat is gewoon dead, dat is voorbij. Nee, over. Sitting ducks. 15 boten met explosieven erin. En die... Nee, op afstand van 10.000 kilometer hebben die Russen wapens. Nee, maar ook niet eens. Bij jou in de brievenbus kunnen. Dus vliegkampschepen zijn voorbij. Amerikanen hebben nog gebouwd, zonder van het geld. Dus heel veel wapens doen niet meer de zaak. En de consequenties van de nieuwe wapens... Daar moet je over nadenken. En als je een heel goed antwoord hebt, moet je gewoon stoppen met al die flauwekul. Ja, maar los van de techniek, de wapentechniek, moet je altijd zorgen dat je een stabiele, sterke defensieorganisatie hebt. Daar ben ik voorstander van. Maar nu gaan we een defensieorganisatie opbouwen om een doel te bestrijden wat je niet hoeft te bestrijden. Snap je? A, het is niet te bestrijden. En B, het is ook niet de oplossing. Maar altijd een sterke defensieorganisatie. Daar ben ik altijd voorstander van geweest. Maar wat we nu doen, is feitelijk constateren dat we helemaal niks hebben. Los van het feit dat we het verkeerd inzetten. Hè? Ja. We hebben niks. Economisch zijn we wel sterk. Hebben we veel invloed in de wereld. Ja. Maar militair stellen we niets meer voor. Dus, en wat we wel doen is een grote backup zetten. De Russen dreigen met sancties. We schieten ons in onze eigen poot. Dat weten we inmiddels. Ja. Dat is natuurlijk de waanzin te top. We worden bestuurd door waanzinnigen. Maar ook psychopaten. Sorry dat ik zie het. Maar ook die wapens. Is er nou echt één iemand op Gods aardbodem die een beetje verstand heeft van de Russische wapens. Die denkt dat die vliegtuigen van Amerika een kans maken. Je gaat de lucht in. Ze prikken je uit op de luchtdefensie. En dan gaat de raket op. En je komt niet eens in de buurt van de grens van Rusland. De wapentechnologie, jongens. Dat zijn praten over game changers.
Die wapentechnologie heeft hele grote consequenties voor oorlogsvoering in zijn totaliteit. Ja, okay, maar en wij willen gewoon oorlog voeren. Afspunt is, je moet je leger op orde hebben en de invulling, daar kun je over praten, maar het moet wel staan. De oorlog in de Oekraïne is een oorlog die gevoerd wordt. Kijk, grappig, hè? Ik ben artillerist geweest bij Defensie. Ja. Jarenlang was het idee, de artillerie werkt niet meer. Tanks werken niet meer. En wat is nu het verhaal in de Oekraïne? Het is een artillerieoorlog. Ja. Met drones. Ja, met en drones, man tegen man gevechten. Nee, maar joh. Het oorlog verandert constant. Ja. Maar het gaat mij om het feit dat we ons focussen op een land wat primair niet uit is op de ondergang van Europa. Dat bedoel ik. Daar gaat het waarom? Het land, waarom? Het land ligt cultureel veel meer bij West-Europa of Europa dan bijvoorbeeld in China of in Pakistan. Of, maakt niet uit welk land je noemt. We liggen heel dicht bij elkaar. En op een of andere manier zijn die Russen het kwaad. Dat slaat nergens op. Ja. Maar dat hebben we zelf gecreëerd, die problemen. Ja. En we bestrijden ze met verkeerde wapens. En de vijand zit niet buiten, de vijand zit binnen. De vijand zit binnen. En we bestrijden. Onze vijanden zitten niet. Onze vijand zit in Brussel en Den Haag, niet in Moskou. Nee, wat wij aan het doen zijn, we bereiken niks. We ondermijnen alleen onze eigen welvaart. En niet een beetje, maar heel erg. Dus we gaan oorlog voeren tegen Rusland. En over 10, 15 jaar zijn wij met z'n allen veel armer. En de Russen die lachen ons uit. En dan zijn we bezig met de energietransitie. Dat is ook, schiet ook een eigen poot. Dus ja, we worden echt geleid. De Russen hoeft aan te vallen. Wij imploderen zelf wel. Die Russen gaan gewoon staan. Poetin gaat gewoon staan lachen. Van nou, van ja, je hebt 10, dan kijken we nog. Leven in het gekhuis. Het is lastig lopen zo. We hebben ons zo vaak in de voet geschoten. Ik kom niet meer vooruit. Daar zijn we gewoon niet. Daar zijn we gewoon mee bezig. Ja. Nee, dat zijn we nu aan het doen. De vraag is of dit nog te keren is. Deze gekte nog te keren. Dat zei ik net. Dan maken we echt zorgen. De grown-ups, waar zijn ze? In klimaatland, in Oekraïneland en nog een paar landen. Het moet vanuit het volk komen. Je hebt een brede volksbeweging nodig waar de politiek naar gaat luisteren. Ja. Hey, dat gaat ook wel lukken, denk ik. Want ik zie echt interessante ontwikkelingen. Ja, maat, die moet je niet realiseren, Ab. Er zijn natuurlijk een miljoen, we hebben het al vaak, met Paul ook over gehad. Tweedeling in de Nederlandse samenleving. Met miljoenen mensen gaat het fantastisch. Echt. Dat weet ik. Fatsoenlijk inkomen. Ik ken ze. De huizenmarkt. Maar ik ontmoet die andere mensen ook in Nederland. Nee, maar met die paar miljoen mensen, die zitten overal. Die hebt allemaal in, precies. En daaronder zitten een paar miljoen mensen met wie het niet fantastisch gaat. Maar is er nooit, hè? Die bovenkant is een vrij grote groep. Ja. Maar die gaat helemaal aan. Topbanen. Die gaat helemaal aan. Die zijn wel blij met alles zoals er is. Weet je, dat is die tweedeling. Het gaat. Maar die onderkant kan straks met een paar duizend euro bonus richting het fonds worden gestuurd. Ja, dat gaan ze niet doen. Ja, die kleine basisinkomen. Nee, maar jij hebt over die organisatie om op een gegeven moment een politieke verandering teweeg te brengen. Er zijn erg veel mensen, die zijn gewoon heel tevreden. Ja, dat weet ik. Ik geloof alles, weet je wel. Nee, daarom is de shit is nog niet groot genoeg. Nee, het moet dan misschien van die mensen komen die ontevreden zijn. Maar waar is de organisatie bij? Je had het net over die demonstratie tegen kernwapens. Ja. 500.000 mensen. Absoluut. Wat denk jij dat er moet gebeuren voordat er in Nederland weer eens 500.000 mensen hun welbegrepen eigenbelang gaan verdedigen? Want daar praten we over, hè? Hun welbegrepen eigenbelang. Daar ben ik niks eens. Hoe krijg je de 500.000 mensen bij elkaar? Dat is waar. Dat is niet makkelijk. Maar op het moment dat mensen steeds meer zien, en die beweging zie ik dus echt steeds meer zien, dat ze overal gepakt worden en genaaid worden en belogen en bedrogen. En mensen gaan het steeds meer zien. Bijvoorbeeld het pensioendossier, dat volgt al een paar jaar. Mensen gaan steeds meer zien, hè? Mijn pensioen? Betaal ik zoveel aan pensioen? Verdwijnt er zoveel? Had ik met een gemiddeld rendement dat kunnen maken en die pensioenfondsen maken niks. Het zijn allemaal bewegingen die zorgen ervoor dat die onvrede toeneemt. En dat zie je ook in de politiek. Nou ja, maar je ziet de onvrede toeneemt. Hoe wordt die onvrede? We hadden het net nogmaals over demonstraties. Daar ligt een hele grote vorm organisatie aan tegen grondslag. Zeker. Maar die is ook wel spontaan ontstaan. Maar dat waren gewoon allemaal organisaties die dat konden kanaliseren. Welke organisaties zijn er nu? Welke organisatie talent is er dat kan zeggen? Dat even qua zorgen. Dat, laten we zeggen, al die gespikkelde onvrede bij elkaar komt op één of twee plaatsen waarna de politiek gaat luisteren. 40 jaar geleden, al die maatschappelijke organisaties, die zijn nog steeds heel klein geworden. Maar het houdt over de bereidheid om de deur uit te gaan om wat te doen, is ook heel klein geworden. Dus mensen zijn ook decadent geworden. Allerlei afleidingen. Het gaat dus een hele grote rem zetten om die onvrede die dus helemaal gespikkeld in Nederland in zit. Om daar te gaan zeggen, en nu staan er gewoon 500.000 mensen op één plek. Mm-hmm. Wie gaat het organiseren? En hoe krijg je de mensen zover dat ze het ook gaan doen? Dat je iets gaat doen, ook veranderen. Nou goed, maar afgelopen weekend was het natuurlijk een begin.
Ja. Maar dat is niet de enige oplossing. Het is niet de oplossing. Alleen, we zijn al twee jaar verder. Je zal de politiek onder druk moeten zetten. Ja, ik geloof niet in de politiek. Andere kant, zonder politiek hebben we ook geen sturing. En ik kijk gewoon in Nederland wat er aan de hand is. En dan zie je, even terug naar de verkiezingen. Je ziet toch iets gebeuren in dit land. Hè, met een Wilders en een BBB. En je ziet een tegenbeweging. En dat zie ik niet enkel in Nederland. Dat zie ik in Zweden, dat zie ik in Tsjechië, dat zie ik in Portugal. Er is dus een tegenbeweging aan de gang. Italië, is het allemaal helemaal perfect? Nee, maar er is een tegenbeweging aan de gang. Mensen worden meer wakker, sneller wakker enzovoort. En ook de mensen die het goed hebben. Ja, want de mensen die het goed hebben en die het prima voor elkaar hebben, die worden wel in één keer heel fel als ze ergens lezen dat de kans aanwezig is. Kijk naar de brieven die jongeren krijgen als ze 18 zijn van Defensie. Ja, dat ze denken van, verdorie, straks wordt mijn zoon ook en mijn dochter straks ook die kant op gestuurd. Snap je? Dus als je maar lang genoeg doorzeikt en zeurt vanuit Brussel met al je wetgeving, worden ook de mensen die het goed hebben, wordt ook vals. Dat begrijp ik. Maar dan nog moet je de onvrede energie moet je bundelen. De onvrede energie is helemaal verdeeld over Nederland. Ja. En die moet gebundeld worden met een punt op twee plaatsen. Nee, een puntje. Nee, en daar gaan er gewoon hele... Wie gaat dat doen? Hoe gaan we dat doen? Wat moet er gebeuren in vergelijking met de grote demonstraties van een jaartje 40, 45 geleden? Toen was het er allemaal. Ja. Maar onvrede was misschien wel kleiner. Ja. Maar al die organisatie was er. Die onvrede was voor angst. Ja, dat maakt niet uit. Pure angst. Ik denk dat het belangrijkste drijfveer was. Die 48 kruisraketten die op woensdag zouden worden, dat is angst. Maar je had wel alle organisaties die hun krachten bundelden om mensen... De Pax-Christies en zo. Dat maakt niet uit. Jij met jouw club. Wat is er nu? wat is er nu? Hoe gaan we dat doen? Want het is de wereld is heel erg Ik heb daar wel een bepaald beeld bij, maar er zit ruw in mijn hoofd. Ik kan het niet onder woorden brengen. Misschien dan even als laatste stukje. Wat kunnen mensen zelf doen? Je hoort bijvoorbeeld zo'n Rob Bauer, die hoogste Nederlandse militair bij de NAVO, regelmatige oproepen tot prep. Ik denk dat de prepshops hem als een waardevolle ambassadeur zien. Want mensen worden toch echt wel geadviseerd naar zorg voor voldoende eten, water in huis, batterijen. Hij roept nog net niet op om goud te kopen. Maar... Hier. Ik vind Nederland, man. Nee, maar goed. De Russen komen eraan. In het algemeen is het goed om weerbaar te zijn, toch? Ik denk je preppen, ik noem het voorbereid, be prepared. Is sowieso goed. Is altijd goed. Ik bedoel, ook in 2022, toen die noodwet financieel verkeer definitief aangenomen werd, werd er ook een oproep gedaan. We zijn het alweer vergeten, dat was 2 jaar geleden. Werd er al een oproep gedaan van zorg dat je wel een gegeven moment je wat voorbereidt. Heb ik niet eens over oorlog. Hè? Ik heb het over een situatie. Stel nu, even een voorbeeld, de stroom valt uit. Ja. Ik bedoel, we hebben niks met oorlog te maken, maar we hebben een hele labiel stroom. Ja. Hè? Het valt uit. Wat gebeurt als de samenleving in één keer 12 uur zonder stroom komt? Ik heb het wel grappig, een jaar geleden zat er kortsluiting in een transformatorhuisje in Dronten, in de Flevoland, Dronten. Heel simpel, Dronten lag een poos zonder stroom. Is dat een drama geweest? Nee. Maar de effecten waren wel aanwezig, want er is vrij snel paniek. En het spoor tussen Lelystad en het noorden van het land heeft er 3 maanden uitgelegen. 1 huisje. 1 transformatorhuisje. Dus als er iets gebeurt in onze samenleving die heel fragiel is, heel kwetsbaar is, dan hebben mensen niks. Ik spreek mensen die hebben nog niet eens voor een dag eten in huis. Want die zijn gewend als ze niks te eten hebben, pakken ze de telefoon en wordt gewoon thuis bezorgd. Als dat er allemaal niet meer is, we hebben het gezien rond corona met toiletpapier, dan is men heel snel van de leg. En als er geen stroom is, komt er ook geen water uit de kraan. En als oud-militair weet ik, 3 dagen zonder water en heb je een vet probleem. Dus er is niks georganiseerd en we zijn heel kwetsbaar. Als persoon, als samenleving. Dus in dat kader vind ik het verstandig om je wel voor te bereiden. Nee, dat ben ik helemaal met je eens, maar niet op basis van... Niet dat, een hutje op de hei. Ook niet dat Poetin binnenkort gaat zeggen... Oké, Nederlanders, gebeurt niet. We komen eraan hoor. Gebeurt niet. Maar dat je gewoon nadenkt over... Wat er gebeurt als de stroom... Normale gezonde dingen. Heb jij genoeg bonen in huis, Kees? Nee, ik heb wel wat cash in huis. Wat cash in huis? Voor het geval. De pinautomaat is ik hier een paar dagen niet doen. Ook zo'n ding. Nou, dus dat je je voorbereidt. Ja, dat is goed. Ja. Ja, het kan allemaal geen kwaad natuurlijk. Ik heb uit mijn portemonnee pak, heel simpel. Daar haal ik cashgeld uit. Voldoende cashgeld. Ik heb ook mijn pasjes, maar ik haal er ook een klein stukje goud uit. De leunstoelgeneraals... Met hun vette pensioenen. Dat oorlogshitsen van mensen. Je zou toch zeggen, jongens, jullie zijn verantwoordelijk voor iets. Ja, dan wordt naar jullie geluisterd. Misschien kun je even nadenken over de impact die jullie woorden hebben. Gewoon, en op basis waarvan zeg, leg dan uit op basis waarvan je dat zegt. En leg dan uit wat er nodig is wat je zegt. En dat maakt hem een beetje zin.
Dus dat oorlogshits, jongen. Het is gewoon krankzinnig, echt waar. De generaals, de politici. Ja, schokkend. De media. Ja. En waar waren die generaals toen de defensieorganisatie tot op het bot werd uitgekleed? Waarom hebben ze toen niet een grote backup gezet? Waarom hebben ze niet, met z'n allen zijn ze als alle generaals gewoon het ministerie van Defensie gelopen? Jongens, dit kan niet zo langer. Kap ermee. Hielden ze hun mond. Ja. En nu zitten ze aan alle praatjes, zie die generaals hetzelfde roepen. En in die talkshow is er nou helemaal niet een van die bosse krullen die kan zeggen. Niemand. Waar, op basis waarvan dan? En waarom? En wat zijn de consequenties? Dat is helemaal graag. Als je kijkt hoeveel jongeren, jongere Oekraïners, hè? Meisjes en jongens, hè? En ook Russen, hè? Naar dat front gestuurd worden. Ja. We hebben het niet eens over het leed wat daar geschiet. Nee, voor elke dode zijn er drie zware gewonden. Maar het punt is wat, joh. Denk nou eens, het is binair. We doen niks of we gaan vol. Is nou niks. Maar vol is de oplossing niet. Nee, en niks is ook de oplossing niet. Nee, maar het punt is, daar is een heel, gebeuren. Heel, heel groot terrein tussen waar allerlei dingen kunnen. Dat zei je net. Ja, dat is mijn punt natuurlijk. Maar in Nederland zitten al die oud-militairen op dezelfde lijn. Maar in Amerika heb je wel mensen die anderen. Ja. Ik heb volgende week interview Douglas McGregor. Oh ja? Voor Reinvent Money. Oh, geweldig. Dus abonneer je ook even op Reinvent Money kanaal. Ik zal een linkje in de beschrijving doen. Dus dat. In Nederland hoor ik hem ook eigenlijk nooit. Maar je hebt geen tegengeluid in Nederland. Belangrijke stem, denk ik, om gehoord te worden. Nee, het is geen tegengeluid. Nee, het is niet zo tegen. Het is gewoon mensen die ergens verstand van hebben en dat delen. Ja, maar die worden niet uitgedaagd. Het is geen tegengeluid. Het is gewoon een geluid wat zegt, heb je hier aan gedacht? Heb je daar aan gedacht? Heb je zus gedacht? Die krijgen de kans niet. Hè? Heb je hier aan gedacht? Ik kan al 20 dingen noemen. Heb je dan gedacht voordat je met deze uitspraak kwam? Jij kan nog 20 dingen, dat zijn 4 dingen. Ja. Heb je dan gedacht? Heb je aan al deze dingen gedacht? Toen je deze onzin begon uit te kramen. Nee. Nou, dan je bek, man. Jezus. Maar ik vind het belangrijk om alle. Ik luister heel graag naar jullie. Maar tegelijkertijd heb ik ook recent Dick Belijn gehad in de studio. Gewoon een beetje het totale plaatje. Dan moet je krijgt een kijker ook het hele plaatje mee. Maar Paul, ik kijk ook naar de andere kant. Hè. Bedoel, als oud-militair luister ik ook naar die generaals en kijk wat ze zeggen. En er zitten ook echt argumenten bij die echt wel hout snijden. Alleen het probleem is, en dat was het begin van de uitzending. Het probleem is dat wij maar één geluid horen. Liegen die generaals? Liegen al die politici? Nee. En Kees zei het heel mooi voor de uitzending. Men benoemt het niet. Snap je? Ja. En iets niet benoemen is misschien maar erger de vorm van een halve waarheid. Ja. Dus je krijgt een eenrichtingsverkeer over elk dossier. Over corona, over Oekraïne, over klimaat. Eén geluid. Laten we het hele verhaal vertellen. Ja. Alle feiten. Wat Kees zei, alle feiten. Alle feiten. Ook de hele historie. Alles en ga dan met elkaar in discussie. Maar we voeren nu discussies op basis van eenrichtingsverkeer. En dan moet kappen die flauwekul. Ja, als luister af. Wij zitten gewoon thuis achter onze pc en we kunnen dingen vinden. Die een rol kunnen spelen. Ja. En we kunnen er zonder moeite 40 vinden die een rol kunnen spelen. En die een rol spelen. Die hoor je niet. Al die 40 dingen, onbesproken, ze zijn er gewoon. En als je daar wel over nadenkt, neem je natuurlijk hele andere beslissingen. Kijk, als ik een baas, ik heb 50, of ik heb 40 feiten. En ik benoem er 10 en ik neem een beslissing. Of ik heb 40 feiten en ik ga een beslissing nemen. Dan wordt die echt anders. Hoe anders weten we niet, maar wel heel erg anders. Begin daar eens mee. Je begint nou eens gewoon eens alle feiten, consequenties bereiken. En dan nog te kijken, vinden we nou nog steeds dat we dit moeten doen? Of denken we er nu toch iets anders over? Kijk, als je 2 feiten hebt, ben je het al snel eens met elkaar. Als je er 40 hebt of 20, dan gaan er mijn verschillen staan, mag ik hopen. En dan gaan we misschien iets anders besluiten. Ik ben voor een goede besluitvorming. Ja. Dat is altijd mijn uitdaging geweest om, als ik even de bril oppak, los van de claim-expert ben ik natuurlijk ook financieel expert, maakt niet uit wat. Ik ben natuurlijk altijd met de consument bezig geweest. Ik heb hier een mooi boekje liggen. De consument is financieel bewusteloos. Nou en? Dat is een boekje van Rob Goedhart. oud beleidsmedewerker van de Consumentenbond. Het is wel waar, hè? De consument is financieel bewusteloos. Misschien moet ik het nog wel anders stellen. De burger is over het algemeen bewusteloos als het over kennis gaat. En dat is altijd mijn uitdaging geweest. Zorg dat de mensen die in je netwerk zitten, dat die voldoende informatie krijgen. Dat is altijd mijn doel geweest. Zorg dat mensen die informatie krijgen die ze nodig hebben om zelf beslissingen te nemen. Dus niet 2 feiten. Als er 40 zijn, dan zoeken we die 40 op, wat Kees zegt. En die leggen we neer. En dat is denk ik wel de essentie van het verhaal. Er is enorm gebrek aan kennis en bewustwording. Daar moet je aan werken met z'n allen. Dat is ook de reden waarom ik onder andere ook met een nieuw platform bezig ben. Ja. En dit boek heb jij gekregen. Ik heb het toevallig ook gekregen. Ik heb het niet gelezen. Hoe te denken over economie. Dat is dan uitgegeven door het Mises Instituut Nederland. Maar ook naar het Oostenrijkse school economie. Andere zienswijzen op de economie is ook goed om dat
om dat tot je te nemen. Mannen, laten we afronden. Ik denk dat jullie boodschap duidelijk is. Oorlogseconomie is niet wenselijk. En los daarvan is het ook niet nodig. Want er is wat jullie betreft geen dreiging. Acuut in ieder geval. Maar het is wel, om jouw woord te gebruiken, verstandig om goed te investeren op lange termijn in je eigen defensie. Altijd goed. En ik denk ook dat je jezelf moet voorbereiden. Je moet je dus niet afhankelijk maken van wat de overheid allemaal vertelt. Dus zorg dat je zelf altijd wel datgene doet, doet wat je kan doen. En zoek mensen op in je omgeving of via podcast of wat dan ook. En wij doen dat nu met een nieuw platform, Grip.it. Ja. Maar zoek mensen op waar know-how is. Ja? En je hoeft niet altijd met elkaar eens te zijn, daar gaat het niet om. Maar discussieer wel over de feiten en de cijfers. Ja? En dat is denk ik onze missie. Ook jouw missie geweest. Ik heb altijd graag naar je geluisterd. En nog steeds. En waarom? Niet om een veer in zijn dingen te stoppen. Ik heb jouw auto niet gesaboteerd hoor. Nee. Maar wat mooi is altijd, Kees, van jou. Dat ga ik toch even vertellen aan deze tafel. Ik zit voor de eerste keer met jou aan de tafel. Is dat je altijd alles hebt belicht vanuit alle kanten. Dat was de kracht van jou. Snap je? Nou ja. Maar mijn kracht is gewoon, die feiten zijn er. En als je meer feiten... Ja, maar die werden niet benoemd. Nee, maar dan ga ik andere besluiten nemen. Mijn idee is altijd geweest een zorgvuldige besluitvorming. En wat jij zegt, hoeft niet met elkaar eens te zijn, maar wel de dingen meenemen die een rol spelen. Ja. Ja, en dan kun je verschil van mening. Dat kan, maar als je een heleboel dingen niet meeneemt, die wel belangrijk zijn, dan kom je echt tot verkeerde beslissingen. Ja. Met alle consequenties van dien. En zeer ernstige consequenties. Ja, in dit geval. Zeer ernstig. Oké, duidelijk mannen. Dus het is tijd voor het volledige verhaal, zodat uiteindelijk ook de juiste besluitvorming... Een besluit komt, hè, maar dat gaat anders zijn en beter, om niet te zeggen veel beter, om niet te zeggen heel veel beter dan die omgeving waar we nou in terecht zijn gekomen. Wat een klote ons, jongen. Duidelijk verhaal, heren. Kijker, bedankt voor het kijken. Geef feedback. Wat vind je van het gesprek? Welke gasten moeten we nog meer uitnodigen? En hopelijk kunnen we deze setting nog een keer halen, man. Ik vond het erg interessant. Bepaald. Dankjewel. Bepaald. Is geen raakbalans.